Oké, eerst wat er even zien echt. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Far Cry 2. Jongens, vandaag gaan wij weer verder met de hoofdmissies. Vorige keer waren we geëindigd voordat we begonnen met een hoofdmissie. Vandaag gaan we dus die hoofdmissie helemaal afdoen. Of voltooien. In ieder geval, jongens, wat wij vandaag gaan doen is, wij gaan achter blauw aan. Either kill the UFL official at range or complete the APR job and destroy the tank car. Maar dit is natuurlijk door de buddy gegeven, door mijn buddy. Dus buddy gaan voor, dus we gaan deze doen. Kill the UFL official at the ranch. En natuurlijk is dat bij Kettle X, want het is al niet moeilijk genoeg. En wat is het probleem met Kettle X? Nou jongens, Kettle X, of Kettle Xing, is altijd stampvol druk. Oh, dat werkt ook. Dat werkt ook. Oké. Mooi. Gaan we door. Oké, dan gaan we nu op weg. Dan komen we zo langs een kampje. Dus waarschijnlijk moet je dat kampje ook weer helemaal gaan uitschakelen. Maar dat is geen probleem. Als we er langzaam in kunnen gaan met deze auto. Oké, dit ding weg. En is het kampje hier? Hier is het kampje. Oké, even kijken. Waar is het heel gezellig? Ik weet niet waar het heel gezellig is. Dus we zullen even moeten healen. Gelukkig is dit een healkamp. Dus... En dan gaan we meteen ook de nieuwe wapen uittesten. Maar jongens, we hadden de vorige keer een nieuwe shotgun nog gekocht. En die kunnen we dus op zich nu dus mooi uittesten. Hebben ze een helikopter of wat is dit? Automatic shotgun, yeah! Oké, heal up. Oké, het is wel een heel sterk wapen. En het is wel een wapen, deze wagen moet ik even snel weg. Want hij gaat een beetje ontploffen. Oké, rennen. En nu zijn we hier. Nou, gelukkig kunnen we straks mooi healen. Dus ik ben niet zo bang voor het... Ik ben niet zo bang voor het healen. Dat kan namelijk wel. Zijn er nog meer gozers? Zo nee, dan... Waar is die healbox? Waar is die healbox? Wagens hier genoeg, maar... Ik zoek die healbox. En volgens mij is er iemand hier naartoe gevlucht. Dus... Nee? Oké, hij is weg. En hier is de heal. Oké, mooi. Dat hebben we dan mooi gedaan. Dat ging er wel een beetje hard aan toe, maar weet je, dat mag wel. Oké, dan wil ik graag deze jeep. Dus dank u wel. Die jeep is een beetje kapot. Hij is verder gevlucht. Het is wel heel vervelend richten met dit ding. Het is echt heel vervelend richten met dit ding. En weet je waarom, jongens, het zo vervelend richten is met dit ding? Wegens dat het maar een heel klein vierkantje is. En ik dat niet gewend ben. Via dit te gaan richten. Oké, waar? Oké, hij heeft mij ook gezien. Maar ik hem ook. Hoppakee. Opgeruimd staat netjes. Mooi. Hebben we dat ook weer gedaan. We zijn alleen wel weer een ding kwijt. Levens. Laten we trouwens even saven voordat het echt volledig misgaat zometeen. Want dat willen we natuurlijk niet hebben. Oké, accept. En let's go verder met de mission. Laten we instappen. En laten we naar Kettle Swing gaan.
Of Sking. Of Xing. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maakt echt niet uit. Don't judge me als ik het verkeerd uitspreek, jongens. Even kijken. Oké, mooi. We komen zo meteen in Kettle Xing. Dan zou het mooi zijn als we een beetje sneaky hierin kunnen komen. En dat we dan bijvoorbeeld bij die sniper in één keer, pam, de official kunnen uitschakelen. Dat zou ik heel erg op prijs stellen als dat zou kunnen. Daarom gaan we even saven. Want we zijn nu een stuk dichterbij. We zijn nu onderweg. Daar naartoe. Even kijken op de map. Oké, we gaan goed. Hij staat daar binnen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Even kijken, is die gezellig? Het is hier heel gezellig. Maar had ik op zich ook wel verwacht dat het hier gezellig ging worden. Het is hier altijd gezellig. Als we maar niet te dichtbij komen. Oké, waar is hij? Hij staat hier binnen. Hallo kippetje of gans of wat je ook bent. Oké, wat gebeurt er hier allemaal? Het is hier heel druk. Vanaf die kant. Hoppakee. Opgelost. Nu wegwezen hier. Ja, zeg het maar. Oké, gaan we doen. Komen wij nou echt serieus gewoon heel rustig makkelijk weg? Zou heel mooi zijn. Als we heel makkelijk wegkomen. Het is wel heel simpel op deze manier. Als we nu echt hiermee wegkomen. Dan is het echt heel simpel. Maar wat gaan we doen? Destroy the tanker car at the rail yard. En waar is dat precies? Dat is volgens mij een stukje verderop. Oh, daar. Oh, wacht even. Dat is de verkeerde kaart. Daar, ja. Maar dat wist ik al. Oké, dan weet ik niet waarvoor wij deze gozer hebben uitgeschakeld. Maar ja, mijn buddy zei het. Dus het zal wel goed zijn. Oké, daar is alleen wel zo'n jeep. En ik zie daar... Oh god. We moeten even wegduiken. Volgens mij komt deze terug. Hij heeft mij niet gezien. Maar volgens mij zit het daar weer helemaal vol. Ja. Oké, laten we even saven hier. Want we hebben die gozer nu uitgeschakeld. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar we moeten eventjes deze gozer uitschakelen. Even kijken, hebben ze door dat ik er ben? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik me moet gaan verstoppen. Oké, zolang we niet bewegen, zien ze me hopelijk niet. Oké, dan kunnen we wachten tot ze die kant op zijn gereden. Maar ik kan er ook gewoon meteen in gaan. En ik denk dat dat makkelijker is. Oké, mooi. Dan gaan we er gewoon meteen in. Nee jongens, dat mag niet. Moet dat? Moet dat, gozer? Moet dat? Waar is het nou heel gezellig? Want ik zie het even niet.
Oh, daar. Wel leuk dat mijn shotgun zo ver kan komen. Wat voor regen krijg ik van kogels bovenop me? Oh, jij! Oké. Shit. Komen ze via de andere kant ook nog even aanzetten, of... Gelukkig zit daar heal, dus dat is geen probleem. Oké, ik heb geen kogels meer, maar in de buurt is een... hoe heet zo'n ding? Zo'n hele mooie... Holy damn. Deze auto gaat ontploffen. Nou, die andere auto gaat ontploffen. Kom op! Ik moet die weg. Doet deze het auto het nog? Hij doet het nog. Misschien dat ik hem toch nog een beetje de baas kan spelen. Moeten we wel even deze auto fixen. En snel. Voordat het vuur hier bij deze auto is. Oh, het vuur verspreidt zich niet naar de auto. Oké. Nou, bij dit kamp kunnen we wel heal krijgen. Maar ik sta meer te gokken op de wapensmid, een stukje verderop. Dus ik denk dat we daarop gaan mikken. Moeten we hier wel heel rustig voorbij. Maar volgens mij hebben we iedereen al uitgeschakeld. Dus dat is dan geen enkel probleem. Nou ja, in ieder geval... ik was jij nog vergeten, tuurlijk, ja. Ga niet uit. Die staat echt niet meer op. Oké, mooi. Dan gaan we dus naar de wapensmid. En dan gaan we kogels bij kopen. We gaan dat nieuwe geweer gebruiken, de Silent MP5. Want ik vind deze SPAS 12... Ja, het is niet echt een geweer die ik zou gebruiken. We gaan trouwens helemaal de verkeerde kant op. Ik neem de verkeerde afslag. We moeten gewoon hier naar links. Dan even wapens kopen bij de wapensmid. En dan zien we wel. En ook kogels halen. Oké, hier is de wapensmid. Of de wapenwinkel. Het is meer een wapenwinkel dan een wapensmid, maar dat maakt niet uit. Oké, dan gaan we eerst hier naar binnen. Om niet kogels te halen, nee, om heal te krijgen. En even te saven. Save en continue, yup. Oké, mooi. Hebben we dit gehaald, dan gaan we weer naar buiten en dan gaan we... Nieuwe wapen pakken en kogels halen. Oké, dus dan worden we dit nieuwe wapen. Dat klinkt als een leuk wapen, dus ik heb zin in om dat te testen. Oké, en de dart rifle zoeken wij ook nog. Dart rifle. En kogels. Waarschijnlijk als je nieuwe geweren pakt, heb je al kogels. Oké, mooi. Dan hebben we dus dit... Dit. Oké, dit ziet er echt uit als een geweldig wapen. En deze. Dit ziet er echt uit als een geweldig wapen. Maar we gaan hem testen. Dus ik ben benieuwd. Laten we even saven. Jongens, ik save heel veel. Dat komt gewoon omdat ik voor de zekerheid wil hebben dat we dit niet allemaal opnieuw moeten doen. En laten we dan de tanker car at the rail yard destroyen. Maar jongens, jullie krijgen dus een langere aflevering vandaag. Maar dat komt omdat ik vandaag dus echt die missie wil voltooien. Dus ja, dan gaan we dat doen. Die hoofdmissie voltooien. Dus dan gaan we dat doen. En ik hoop dat het niet heel erg gevaarlijk daar zal worden. Bij de North Trail Yard. Maar ik denk dat het heel gevaarlijk gaat worden. Hier gaat het al heel gevaarlijk worden. Want ik moet hier langs. En hier gaan ze straks met z'n allen staan. Dus ik moet zometeen echt doorrijden. En de jeeps achter mij uitschakelen. Dus echt doorrijden. Gewoon doorrijden. Oké. Even die hoek om. Dan zijn we die sniper even kwijt.
Oké, mooi. En nu rijden we door tot we in de buurt van het ding komen. En als we eenmaal in de buurt komen, zoals hier, dan gooi ik de wagen stil en ga ik de voet verder. En dan gaan we even saven, want we zijn er nu. En dat scheelt echt een heel stuk rijden. Van ja, een heel stuk. Valt wel mee, maar het scheelt allemaal tijd. Staat er trouwens nog een description bij? Ja. Tenminste, jawel, er staat, laten we hem even voorlezen. De APR hired me to destroy a tanker car containing natural gas. The UFL is using it to pay for food, arms and medicine. I took out the UFLL official who was holding back his reinforcements. Time to destroy the tanker of the rail yard. Oh, we hebben dus die reinforcements uitgeschakeld. Oké. Flora Quellen will then ambush the train carrying the UFL troops who respond to my attack. Oké. Ah, daar. Is wel leuk, want je kan inzoomen. Mooi. En waar moeten we nou precies zijn? Dat kan ik niet zien, want we zijn nog iets te ver weg. Maar, het is hier heel druk. Er staat zeker wel 4 man. Alleen daar al. Dus we moeten een beetje dichterbij zien te komen. Oké, laten we niet te veel kabaal maken. Straks hebben ze iets door. Laten we even op de kaart kijken. Oké. De trein. Wagen die we kapot moeten maken. Of de tanker die staat in het midden. Volgens mij zie ik hem al. Tenminste, ik weet niet. Laten we even kijken op de kaart. Even kijken. Als we hier precies tussendoor kijken, dat kan ik zien. Dan op de middelste rail. Ja, ik kan zo niet echt zien wat de middel... Deze volgens mij. Maar ik heb geen explosives. En volgens mij moet je dat met explosives kapot maken. Dus dat wordt wat. Want ik heb dus geen explosives bij me. Nou ja, laten we hopen dat we hier even voorbij kunnen sneaken. En dan, ja. Ik hoor het spannend worden. Dus ik hoop niet dat we al betrapt zijn. Ik denk trouwens ook van niet. Is het niet gezellig? Hem even uitgeschakeld. Kijk, maar hiermee kun je dus echt lekker sneaky gaan. Oké, ik hoor een soort muziekje dat ze gebruiken bij aanvallen. Maar ik hoop niet dat ik gespot ben. Oké, mag ik hier uit? Oké, dan ga ik aan de andere kant er wel uit. Dan gaan we er weer omheen. Ook goed. Oké, mooi. Nu zijn wij dus hier. We moeten nog een klein stukje verder. Als we de hele mooie... Holy damn. Ik hoor mensen. Heel dichtbij. En nu weet ik dus niet of dat goed nieuws is of slecht nieuws. Waarschijnlijk slecht nieuws. Nee, daar ga ik echt niet naartoe. Daar word ik zo hard gespot als wat. Misschien hier binnen. Dan kan ik het niet eens zien. Dus we moeten een beetje uitkijken. Is het daar? Oeh, daar staat iemand. Oké, wat is het plan?
Dat ding staat recht voor me. Ik hoef alleen maar hier naar binnen te lopen. Oeh. Ik hoor gewoon zijn voetstappen. Gaan we hem uitschakelen? Ja, er is hier gewoon nog eentje. Hopelijk kunnen we hier een beetje voorbij sneaken. Holy damn! Oké, we moeten hier echt even weg. Oké, waar? Hier. We zijn er. Hebben ze me gespot? Waarschijnlijk wel. Jongens, sorry als ik een beetje stil ben. Holy damn! En nu gaat het los. Nu gaat het dus los. Hoppakee, wegwijzen hier. En aanvallen. Best een lekker wapen dit. Laten we even niet hier staan, want hier schieten ze ons wel heel makkelijk er tussendoor. Oké. Okay. Laten we even... Laten we even... Holy damn. Echt niet. En die is heel jammer. Holy damn. Holy damn. Rennen. Het ging zo lekker, sneaky. Holy damn, rennen. Shit. Shit. Ja. Dan moeten we dus dat stukje opnieuw doen. Gelukkig heb ik gesaved. Dus, hoe gaan we dit aanpakken? We kunnen ook meteen zeggen van pew 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 pew. Dat is weer heel simpel. Maar het proberen waard. Kijk je. Oh, er staat hier zelfs een jeep. Dat is handig. Oké, ik weet niet waar die gozer is. Maar er is spannend muziek, dus... Nou, hij is zeker weggerend. Dat heb ik wel gezien. Laten we even dit bewaren. En dan de jeep zometeen gebruiken. Hoe gaat het hier? Ze hebben me denk ik wel gezien. Oké. Hop. Die is uitgeschakeld. Shit. Hij zit echt van bom. Dat is heel slim voor jou, maar dat is niet handig voor mij. Dit is gewoon van een afstandje anders uitschakelen. Volgens mijn leeftijd trouwens nog. Tenminste, dat lijkt mij wel logisch als hij nog zou leven. Ah, shit. Oh, daar ben je. Of tenminste, hier is iemand. Even kijken. Hoppakee.
Laat ik trouwens ook dit wapen erbij pakken. Ook, is ook op zich een best... mooi wapen. Oké. Kom maar op. Hij zit achter die boom. Vind ik een hele slimme zet van hem. Maar ik ben slimmer. Die is uitgeschakeld. Deze staat heel ver weg. Holy damn! Rennen! Zo werd ik beschoten. Ja, dit wordt wel lastig op deze manier. Recht op ingaan gaat wel goed. Maar het beste is met een jeep. Waarom ga ik ook echt sluipen naar de jeep als ik hier gewoon een jeep heb? Neem dit ding dan mee. Jongens, ik kom hier eventjes van een treinwagon uitschakelen. Dus hallo, welkom en even uitstappen. Hoppakee, dat scheelde niks. Even uitstappen. Heel mooi. We hebben een soort veilig spotje. Kom op, ik raak je honderden keren. Nou, gelukkig schieten ze alleen maar op dit ding. Ja, dit ding kan het echt wel hebben. Ja, dit is echt heel vervelend. Oké, healen. Ik weet gewoon dat het ding zo de lucht in gaat. Hoe moet hij weg? Blijven rennen! Blijven rennen! Oh, ik dacht dat het een slecht ontplofbare barrel was, maar dat viel wel mee. Oké, doorrennen. Kom op. Heel mooi. Hier kunnen we onderdoor. Daarbinnen zie ik niks, dus... moeten we hier langs. Oké, dat is handig. Ja, laat ik niet bij dit vat gaan staan. Laat ik even healen. Gozer, die ding gaat ontploffen. Oké, dat was dat ding. Dat is goed ontploft. Kom op. Oké, ik weet niet hoe druk het hier nog is. Er zijn zeker nog meer. Kogels gaan op. Even kijken, waar zijn hier kogels? Ja, niet. Waar heb ik die ene meneer neergeschoten? We moeten een wapen hebben.
Reinforcements, ja dat gaat niet gozer, want ik heb jouw reinforcements al uitgeschakeld. Hey Boet, kom help mij met die reflexen. Oh god. I'm coming, I'm coming! Dacht van niet. Oké, hier kan ik het dak op. Waar staan er nog meer? Oh, daar! Andere geweer! Hoppakee! Die was mooi. Is hij dood? Jawel. Oké, mooi. Oké, ik neem aan dat het dit ding is dat we moeten gaan exploderen. Ik heb alleen geen dingen. Oh, hij gaat zelf zo ook kapot. Oké. Okay. Shit, Ja, dit helpt niet zo heel veel, denk ik. Is er ergens een plek waar we kogels kunnen bijvullen? Zo ja, dan moeten we dat nu doen. Waar kunnen we kogels bijvullen? Nou, dat is sowieso al een paar kogels. Maar met zo weinig kogels hebben we zeker niet genoeg. Er wordt stoom afgeblazen. En ik weet niet veel van dit soort dingen, maar dat klinkt me toch best goed. Lijkt me toch best goed. Dat er stoom wordt afgeblazen. Oh, dit is heel. Misschien dat de rest nu ook op de kaart staat. Kogels. Zie je, dat zit in dat huisje verderop. Dat zit hier. Even kijken, waar? Hier ergens. Even kijken, waar? Oh, kogels. Kogels zijn altijd goed. Even kijken. Ah, die zijn allemaal gereload. Oké, dan kunnen we naar buiten lopen. En dan... Ja, ik weet niet of dit werkt. We kunnen ook granaten gooien. Maar welke knop was het ook alweer? Even kijken. Options. Ik weet serieus niet welke knop het was. Controls, ja. Weapons. Wapen. Even kijken. Special, primary, secondary. Machete. Ik wou al zeggen. Nee. Even kijken. Welke knop was dat? Die. Knop. Gewoon terug. En dan zoeken we, actions? Ook niet. Welke is het dan? Misk? Throw grenade. Wat is dat? Q? Is dat serieus Q? Dat is Molotov. Nou, dat werkt ook. Ja, hier. Wie plaatst er ook... Die is zeker de lucht in. Wie plaatst er ook granaat gewoon op Q? Oké, safe house upgraded. Ik weet niet met wat, maar dat is altijd goed. Reputation increased. Leuk. Ik heb hier een wagen, dat vind ik goed zat. Ik zie er alleen niks in, dus... We hebben er niks aan. Hier is een jeep.
Laten we even save it. We hebben dit mooie stuk gedaan. Jongens, jullie krijgen trouwens wel een echte lange aflevering. Oké. Proceed to the ambush point and help Flora Gwilym eliminate all UFL troops. Oké, waar is dat? Want het brandt hier goed af, maar... Oh, dat is wel een stuk verder. Geen probleem, kom eraan. Ik kom eraan zo snel mogelijk. Even kijken. Ze zit op het... Waarom volg ik het rails niet? Zij heeft een trein ontspoord, dus dan is het bij rails. Dus dat is het beste wat ik kan doen, het rails volgen. We moeten alleen wel langs het Petro-Sahel. Hoeft niet, want we kunnen eromheen rijden. Als we het goed doen. Laat ze ons niet zien. Moeten we wel een beetje de... Hoe heet dat? De woestijn in gaan rijden. Nou ja. Ik heb beloofd dat we deze missie vandaag zullen voltooien. Dus dan gaan we dat ook mooi doen. En Flora Gwell, ik kom eraan. Oké, op deze momenten kunnen we beter rechtdoor rijden in plaats van naar rechts. Oké. Allee, wie? Dat dacht ik al. Zo. Laten we even doorrijden. Maar mijn wagen is nog steeds wel aan het roken. Dus zo gauw we een beetje ergens achter staan. Wagen repareren. Oké, hij schoot mis. En dat is alleen maar goed. Hij schoot weer mis. Die sniper schiet wel heel goed mis. Dat kan hij wel heel goed. Oké. Hier is de woestijn. Wat was dat? Een random steen. Of was dat zo'n bosje? Oké, we moeten echt uit het zicht. Dat ding rijdt ondertussen nog gewoon even door. Hoe dichtbij zijn we? Heel dichtbij. Dus, 7. En dan, gewoon er rechtop in. Oké. Kom op. Ik moet die kant op. Hoe ik daar kom is niet zo belangrijk. Als ik daar maar kom. Ja, die heeft ze heel goed ontspoord. Die trein. Holy damn! Flora, leef je nog? Mission completed. Leef je nog? Staat er alive? Er staat alive. Ik weet alleen niet waar. Ik weet ook niet wat de hel ze heeft gedaan. Ja, een trein ontspoord. En ja, dat begrijp ik. Holy damn. Nou, ze heeft het goed gedaan. Moet je kijken, hoppakee. Maar volgens mij kwam dat door die ene explosie. Waar is ze? Dat wil ik haar ook nog zien. Is ze daar? Nee. Is er ook een man? Waar is ze? Ik weet niet waar ze is. Maar waar ze ook is, heeft het goed gedaan. Het zou wel eens kunnen dat ze trouwens veel verder is. Als ze is hier! Flora! Holy damn, wat heb je gedaan? Shit, we just need to do that a few hundred more times. wat als hij nou zegt nee? Nou ja, die explosie was wel cool.
Is het trouwens een hele lange trein? Even kijken, gaat het nog veel door? Nee, daar eindigt het. Maar holy damn. Ik weet niet hoe je dat hebt gedaan, maar goed gedaan. Oké, mooi. Wat gaan we nu doen? Waarschijnlijk is deze missie voorbij. Dus, ja, dat wil ik zeggen. Dan kunnen we morgen weer een nieuwe missie starten. Maar dat doen we morgen. Want, jongens, voor nu ga ik hier bij Flora staan. En ga ik tegen jullie zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Help jullie daarmee, help het kanaal mee. Abonneer als je nog niet geabonneerd. Flora heeft gewoon deze hele trein vol met inzittende toelichting gewerkt. Door gewoon dat ding eventjes een paar keer te beschieten. En de chauffeur daar, of de machinist. Maar holy damn. Heb je goed gedaan. En jij vroeg nog hulp ook. Wat had je daarvoor nodig? Nou, in ieder geval jongens, de volgende keer gaan we weer verder met de hoofdmissies. Maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen... Doei!